Van die magie dingen toch? Supervo! Eerlijk, dat is gewoon van die magie dingen. Je draagt de polo met een kraag en je drinkt super graag. Ik was laatst in de stad en toen kwam ik toch iemand tegen die dacht zo ongelooflijk stoer te zijn. Dat is gewoon echt een turboknor. Dat is vreselijk om te zien. Mijn hart brak door midden. Wat is dat nou eigenlijk een knor? Varken. Wanneer je honger hebt. Dat van die magie dingen toch? Eerlijk, dat is gewoon van die magie dingen. Een knor? Worst. Ik denk aan worst. Ik ben knor en geen rollade. Hoor, dat doet een varken. Ik heb echt geen idee. Waar komen jullie met deze dingen vandaan? Ja, dat weet ik zeker. Wat is dat? Dat is iemand die niet bij het koor hoort. Een typische knor. Dat is iemand die gewoon niet weet hoe het hoort. Die loopt met witte sokken in nette schoenen. Die doet of hij heel corporaal is, terwijl die niet is. Dat staat voor ken niet onze regels. Dat is iemand die niet lid is van een studentenvereniging. Supervo! Ik vind het wel een mooi wereldje. Ik ga volgend jaar wel erbij. Geen ambities om bij het koor te gaan? Nee. Niet echt. Omdat sowieso, we kunnen niet zingen. Nee, ik hoef er niet bij te horen. Nee, ik mis het niet. Ja, ik heb er niet zo'n leuke associatie bij. Oké, okay, nou dan ben ik waarschijnlijk een knor, want ik ben nooit lid van een studentenvereniging geweest. Lid? Oh, dat is wel van ja. Dat is wel, ja, dat kan gebeuren. Mensen kunnen niet altijd lid zijn, toch? Allemaal niks zijn lid. Studenten worden, openstaat die ook nog. Mijn tijd was het anders.